Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over innovaties in het wielrennen. Zijn ze allemaal zo nuttig? Ieder jaar weer lijkt het profpeloton harder te fietsen. In hoeverre hebben innovaties als windtunnels, voedingsapps, hoogtestages en ketonen hieraan bijgedragen? En wat heeft de amateurfietser aan al die nieuwe ontwikkelingen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Hey, goed je weer te zien. Ja. We gaan het hebben over, lekker breed, innovaties in het wielrennen. Ja. Ik denk dat we een aantal onderwerpen die al eerder langs zijn gekomen terugkomen. Maar uiteindelijk komen we uit bij een heel interessant punt. En dat is namelijk dat de placebo misschien wel meer effect heeft dan we allemaal denken. Dat is in ieder geval iets waar ik voor ga, deels. Ook een artikel over geschreven heb. En ik blijf het herkennen ook in beslissingen die ploegen nemen. Ja. Bijvoorbeeld, volgens mij las ik laatst dat Ja, Jumbo... maar jij gaat er nu al in, hè? Wacht even. Ik wil nog even, voordat we beginnen, terugkijken naar vorige week. Want okay. Ik heb echt iets leuks meegemaakt. Tuurlijk. Ik ben namelijk voor het eerst in onze geschiedenis herkend. Ah, nee. Ja. Had je je shirt aan dan? Nee, of zo? Nee, ik had niet eens mijn mooie slimme presteren t-shirt aan. Nu wel trouwens, hier voor de kijkers op YouTube. We zitten weer eens terug in de Tames Media Studio in Amsterdam. Ik was met mijn bietensap gaan rennen natuurlijk. Op de Henschoten Meer Games. Ja. En ik sta daar aan de start en Carlo van Echtdom spreekt mij aan. Hij zegt, hey, ik ken jou van de podcast. En later, hier heb ik het in beeld staan, komt hij ook op mijn Strava post. Komt u weer langs. En hij vond het superleuk. Ik hoor op de podcast wel terug of je effect van de challenges merkte vandaag. Want had jij ook paarse tanden nog en zo? Nee, die waren geloof ik inmiddels wel weg. Okay. Ik moet bekennen, ik heb het bietensap nog niet structureel in mijn menu opgenomen. We zijn nu een paar weken verder. Als ik al iets gemerkt heb, dan is het dat ik... dat kan ik niet valideren. Het zat dan tussen mijn oren. Maar een aantal keer in dat rondje moesten we door het Mullenzand. Ja. Dan ging de hartslag natuurlijk flink omhoog. En Schoten Meer, ja. Ik had het gevoel dat ik daar snel van herstelde. Ja, ik weet dus niet of dat komt omdat ik dat bietensap door mijn aderen visualiseerde. Wat dat openzette en het zuurstof naar mijn spieren. Deed je dat ook eigenlijk? Ja, ik zag het gaan natuurlijk. Of dat kwam omdat ik gewoon nu zo lang zoveel in D1 getraind heb. Dat ik überhaupt conditioneel goed ben. Maar dat heb ik gemerkt. En het tweede wat ik heb gemerkt van onze vorige opnamedag. Daar zat, het is inmiddels voor de luisteraars al een tijdje geleden. Maar ook onze pijnchallenge in. Mm-hmm. Waarin wij stijf onze arm in het koude water hielden. Ik had spierpijn in mijn bicep. Dus alsof dat tegenhouden van die pijnrespons, daar had ik spierpijn van. Okay. Ja. En jij? Je hebt je behoorlijk geforceerd toen eigenlijk met die challenge. Ja, natuurlijk. Jij wou ook per se winnen, hè, van mij. Ja. Dat was het andere aspect waar we natuurlijk aan terugkwamen. Ja. Ik had zelf zoiets van terugdenkend van hoe in het begin, hoe vaak. Ja, ik dacht echt, 10 seconden, misschien 15 seconden. En dat je toch later toch merkte, hey, ik ga hier aan wennen. Ja, ik houd erop dat het gewoon langzaam warmer werd. Mm-hmm. Puur dat het, de temperatuur van het ijswater. Maar het was een mooie challenge. Ja. Misschien kunnen we dat in het vaker vaker. Dat gaan we zeker vaker doen. We hebben ook veel leuke reacties gehad. En die gaan je door de komende afleveringen ook horen. Voor de mensen die deze podcast nu voor het eerst kijken of luisteren. Wij draaien dus een aantal opnames op één dag. En dat spreiden we uit over een aantal weken. En in deze aflevering gaan we dus een aantal onderwerpen van eerdere afleveringen terugkijken. Want je zei al, je begon al. Ja. De aanleiding om het hierover te hebben is een artikel
artikel op jouw website. Placebo, een wondermiddel in het huidige wielrennen. En toen ik dat las, zag ik toch dat we al gauw het gingen hebben over vermogensmeters. Ja, onze aflevering uiteraard. 1 en data. En ja. Daar heb ik dadelijk nog iets leuks over. We gaan het natuurlijk hebben over alle mogelijke herstelmaatregelen die we tegenkwamen in aflevering 2. Ketonen komen ook langs, aflevering 24. Maar goed, dit is een soort grote synthese over wat is nou zinvol en onzin. Ja. Vooral voor ons als amateurs. En dat heeft ook te maken met het feit, nou, Jumbo-Visma, ik bedoel, pet je af voor wat zij natuurlijk de afgelopen 5 jaar bereikt hebben. Van het lelijke eentje in het peloton naar een ploeg die tot de ene laatste dag de gedoodverfde toerwinnaar had. Maar waar ik een beetje allergisch voor ben geworden, merk ik, is het feit dat zij bijna in elke zin wel het woord innovatie gebruiken. En dat gaat ook gepaard nu met de reclameboodschappen. Volgens mij maken ze reclame nu voor M-Line matrassen. Ja. Verhaal daarvan is, zij slepen al jaren naar ieder hotel in Frankrijk een vrachtwagen vol met matrassen mee, zodat iedere renner op zijn eigen customized matras kan liggen. Daar zijn ze daar uniek in. Daar is Sky natuurlijk ooit mee begonnen. En ik snap wel, kijk, vroeger werd je al als ploeg gewoon weggestopt in een of ander oud hotelletje. Ja. En die Franse hotelletjes waren ook niet allemaal zo even fris en noem maar op. Dus ik kan me voorstellen dat matrassen daar soms wel erg of hard of super zacht, dat je gewoon niet lekker sliep. Nee. Nou, we weten uit aflevering 2 het belang van slapen. En we gaan... Want uiteindelijk, voor de mensen die die aflevering niet gehoord hebben, van alle herstelbevorderde maatregelen is de meeste dingen zijn onzin. Nou ja, of genuanceerder, hebben een placebo effect, wat ook een effect is. Behalve slaap. Dat is het enige wat echt telt. Ja. Dus eigenlijk is Sky, denk ik, Skyploeg is begonnen met hun marginal gains natuurlijk. Dat ze zei, nou, we denken dat er in het wielrennen toch nog wel wat te halen valt. Als we nou al die kleine details misschien, of die kleine dingetjes gaan verbeteren. Ja. Nou, dan hebben we die laatste paar procent te pakken waar het om draait in topsport. Ja. Nou, en ik denk wel dat het wielrennen, nou, als je 10, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden vergelijkt, dat ging er best wel amateuristisch misschien aan toe. Ja. Nog bij steeds. Sommige ploegen nog steeds. Ja, want Movistar, nou, die Netflix-documentaire, nou, die laat gewoon zien van ja, het zijn eigen gerijde wielrenners die weinig op hebben om voor de ploeg of voor anderen iets te doen. Ja, het gaat er een beetje aan toe van nou, we zien wel wat schip strand vandaag. En ook vroeger werd je gewoon als wielrenner gewoon losgelaten in de winter. Ja. Nou, de koers begint 1 april ergens. En we zien je wel omlopen weer. Nieuwsblad, omlopen het volk. Kijk, zorg dat je goed aan de start staat. Ja, het mooie van die documentaire is eigenlijk, je ziet, het zijn net mensen. Hè? Ja. Het is eigenlijk een soort contrast tussen de meeste van ons komen wellicht, als je niet zo betrokken bent bij het wielrennen, alleen tijdens 3 weken Tour de France in aanraking met wielrennen. Ja. Daar is het super strak voor elkaar, super professioneel, televisie, alles. Maar ja, die andere maanden en de renners die net dat niveau daaronder zitten, dat is... Dus ik bedoel, en logisch, want soms wordt ook gezegd, ja, maar vroeger waren die marginal gains allemaal niet belangrijk, want de doping deed toch alles. Dus ik bedoel, nu dan, dat zijn dan de suggesties. Nu de doping verdwenen is, in ieder geval minder geworden, moet je dan toch op andere niveaus gaan kijken. Waar kunnen we nog winsten halen? Ja. Nou, dan doe je dat bijvoorbeeld inderdaad door na te denken, oké, wat kunnen we verbeteren? Ja, matrassen, logisch. Daar hoef je volgens mij geen onderzoek voor te gaan doen. Dat als je lekker licht goed slaapt. Ja. Ja. De vraag is alleen, moet je dat extreem dure M-Line matras, weer een sponsor, Drain, daar hebben we hier een handje van. En als je misschien helemaal niet lekker op dat M-Line slaapt. Hè? Want ik bedoel, ik wissel ook nog wel eens van matras. En dan merk ik, hey, dit bevalt wel, dit bevalt niet. Ja. En jij schrijft ook in je stuk eigenlijk, tuurlijk, goed slapen heel belangrijk. Een goed matras is altijd beter dan een slecht matras. Maar wetenschappelijk gezien steunt dit nergens op. Nee, dit is geen dit hebben ze niet een placebo gecontroleerd met een ander matras van niet van M-Line of noem maar op. Nee. En om dat nou innovatie te noemen, ja, ik vind het nogal overdreven. Het is mij meer logisch nadenken. Maar goed, de ketonen bijvoorbeeld. Ja, hebben we al een hele aflevering aan precies. besteed. Nou, weinig of geen wetenschappelijk bewijs. En toch blijft Jumbo-Visma volharden nog in het gebruik daarvan. Ik kwam ook bij de Tour nog eens een keer langs. Bij Van Aert volgens mij kreeg de vraag. Of Roglic. Van, doen jullie dat nog steeds? Ja, dat doen we nog steeds. En terecht stelt hij dan. Ja,
of het werkt, weten we eigenlijk niet. Marijn Zeeman, ja. Oh ja, of deze renner, maar Marijn Zeeman heeft ook in de podcast In het Wiel laten vallen dat hij eigenlijk niet zo goed weet of dit wel werkt. Nee, hij denkt zelfs dat hij over een paar jaar gebruikt het niet meer. Ja, dat zal hetzelfde met bietensap zijn. Ik geloof niet meer dat ze dat gebruiken. En dan op de vraag van, maar waarom doe je het dan? Ja, nou ja, omdat we nog steeds misschien... doet het toch nog iets wat we niet weten, bijvoorbeeld. En heel belangrijk, we willen aan de grenzen bezig zijn. We willen die competitive edge, noemt hij dat, opzoeken. Ja, ja, dan dat snap ik dan wel. In de zoektocht naar concurrentievoordeel is alles geoorloofd. Ja, en dan heb je renners die het gevoel krijgen van... ja, deze ploeg, man, hier gebeurt het. We zijn op zoek steeds naar die kleine gains die we kunnen halen. Als je dan bij Movistar zit en daar moet je nog zelfs knokken voor misschien een cappuccino-apparaat in je bus. Ja, ja. Ik noem eens wat. Of je gaat bij de bus van Jumbo-Visma kijken, waar ze de afgelopen tour zelfs... ja, dat was weer een soort infuus hadden hangen, maar dat was allemaal om de aerosolen te filteren bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, hey, dus dit is de ploeg waar ik bij wil zitten. Het effect wat ze daarmee bogen is dat alle randvoorwaarden zijn zo goed en zo strak georganiseerd... dat enerzijds, dat helpt natuurlijk, want in ieder geval is er geen afleiding of gaan er geen dingen mis in het organisatorische. Je bed staat klaar, je slaapt goed, er wordt goed voor je gekookt in de kooktruck. Maar eigenlijk misschien nog wel belangrijker, er gaat een soort metaboodschap vanuit. Jij hebt het hier het allerbeste van alle ploegen, dus jij kan hier ook de beste prestatie leveren. Wij zitten op het front van de wetenschap, van de innovatie. Ja, terwijl hier dat stel je dus de discussie. Ja, want we doen allemaal dat dingen nou die allemaal wetenschap is en over innovatie, dat vind ik een beetje... ja. Ja, daar komt natuurlijk een marketingverhaal bij. Natuurlijk willen zij dat M-Line nu ook meer matrassen gaat verkopen. En willen ze dat de Jumbo-Visma-app door recreanten wordt gebruikt. Ook al een keer afgezeken. De voedings-app. Nee, wij zeiken niet af. Hè. We zijn positief kritisch. We zeggen het is niet zo, wetenschappelijk als ze aantonen. De vraag is toch een beetje, maakt dat nou echt het verschil? Schets mijn verbazing, ook weer niet... krijg ik, want ik volg dat Martin, hebben we het ook over gehad, aflevering het sportdrankje 4 of 5, denk ik. Sportdrank. En daar hebben we ook gezegd van, nou, grote claim van minder last van de darmen en mogelijk daarmee in verband houdend dat het prestatiebevorderend zou zijn. Maar de wetenschappelijke studies die gedaan zijn, laten helemaal geen verschil zien. Nee, even voor onze luisteraars die aflevering gemist hebben. Martin is een sportdrank die claimde dat zij een significante bijdrage hebben geleverd aan het onder de 2 uur rennen van een marathon. Ja. Maar nu eigenlijk later blijkt dat deze wetenschappelijk helemaal niet zo... Nou ja, de claim die zij hebben is natuurlijk... we pakken het de suiker in... ja. In een hydrogel technology. Ja. Ja. En dat bypast eigenlijk de maag in ieder geval... dat je daar geen last van krijgt. Waardoor je meer suiker en koolhydraten in je systeem die krijgt. Die suikers komen pas los uit die verpakking, zullen we maar zeggen, in de darmen. Ja. Waardoor je minder of geen last eigenlijk hebt van die plans koolhydraten die je normaal wel voelt. Alleen er is geen studie, er wordt niet gebackupt door studies. En die nu langzaam komen, die studies... En die zijn in ieder geval niet van, dit is het ei van Columbus. Maar Jumbo-Visma gaat dus ook samenwerken met Martin. Nog steeds, ja. Nou, daar zijn ze mee begonnen, zag ik nu. Dus ik bedoel, dat is ook... En natuurlijk wordt dat natuurlijk in de markt gezet van, kijk, innovatief, et cetera. Ja, kijk, als ik kijk naar innovatie, natuurlijk zijn ze er geweest, absoluut. Maar kijk toch even, Jurgen, wacht even, voordat we nog een rijtje doorgaan. Maar we hebben nog wat meer dingen liggen. Als we even uitzoomen. Mm-hmm. We komen uit de jaren 90, jaren 0, dikke vette doping. Bloedpaspoort wordt geïntroduceerd, de sport wordt schoon. Ja. En als ik goed ben, dit heb ik allemaal niet zelf uitgezocht, hier hoorde ik Ross Tucker en Mike Finch in de Science of Sport podcast vertellen. Je ziet op dat moment ook echt prestaties omlaag gaan. Dus je ziet lagere wattages, langere tijden op de klims. Ja. Maar dat is een jaar of 10 geleden. Ja. We zeiden net ook al in de intro, we zijn nu in de afgelopen 10 jaar terug op een punt dat in 2020... Ja. belachelijke tijden worden gereden. Sneller dan ooit. Dus zelfs sneller dan in de dopingtijd. Ja. In een ogenblikschijnig... Ja, ik wil daar misschien niet te veel in. Ross Tucker wordt dan heel cynisch. Ja. Want hij zegt, op basis van de geschiedenis van de sport... weet je nu één ding zeker. Ja. Het duurt even voordat we het gevonden hebben. Nou, weet ik niet. De andere aflevering misschien. Nee, klopt. Ik heb ook gekeken. En ik volg het ook. En ik kijk ook naar tijden. Alleen, hoe zeker weet jij of dat... tot stand is gekomen door verboden middelen.
Los van het feit dat, nou ja, dat er bij doping ook veel placebo zit. Hè, dat is ook wel bekend. Maar wat ik wel interessant vond was de coach van de triathlon of de ja, coach van Triathlonbond, Louis Delahaye. Ja. Die had een gesprekje op internet. Hem werd gevraagd en hij zei erg, ja, kijk, het verschil is ook vroeger hadden die renners een ontzettend druk programma. Hè? Mm-hmm. Voorjaarskoersen, nog een tour, misschien nog een grote ronde. Mede door corona en mede door het feit dat ploegen groter zijn geworden. Plus het feit van dat je met die vermogensmeter, die echt wel handig is voor coaches en trainers om te zien hoe goed de renners wat ervoor gebeurt staan, er en wat doen ze waar. Dat zij veel meer kunnen periodiseren en echt kunnen pieken op een moment waar het moet gebeuren. En vooral dit jaar, mensen hadden amper nog gefietst. Ja. Ja, die iedereen waren was lekker kretisch. Uitgerust, wil je zeggen. Ja, iedereen was kretisch, iedereen was uitgerust. Ja, vlak dat ook niet uit. Plus het feit van, kijk, de top 10 tegenwoordig, ja, die ontwijkt elkaar niet eens zoveel. Hè? Nee. Dus die top is gewoon, denk ik, ontzettend breed geworden. Ja. Wielrennen is gemondialiseerd. Gewoon is echt een mondiale sport. Gewoon dat twee Slovenen nu aan de top meedoen. Ja, vroeger was er geen Sloveen die ging fietsen, denk ik. Nee, dat moet je allemaal, dat speelt daar allemaal doorheen. Dus je wil zeggen, er is een bredere basis, dus komt er ook meer talent boven drijven. Precies, talent wordt sneller herkend, beter wat opvallend begeleid. Was, afgelopen Tour de France, en dat pleit dan weer dat het misschien wel schoon en zuiver allemaal is, die etappes dat een Bernal en een Quintana door het ijs gingen, dat was natuurlijk dat het hoofdverhaal. Maar er bleven wel 15 man, de Urans, de Porters, de Lopussen, de Martinez, bleven allemaal hangen. Ja. Dus terwijl Jumbo-Visma daar zo omhoog aan het kijken, konden eigenlijk best wel veel mensen mee. Ja, precies. Goed voorbeeld daarvan. En ook de manier van fietsen lijkt ook dat men nu in de gaten heeft hoe belangrijk dat pacen is. Hè. Dus je eigenlijk die energie gelijkelijk verdelen over de race. Hebben we natuurlijk ook over gehad. Niet van die gekke demarages en dan weer een keer aanzet. Weer. Nee. Ja, daarmee verspil je energie. Dus de koers is ook veranderd. Je ziet gewoon het. Vroeger had men niet in de gaten dat, denk ik, in een achter elkaar fietsen op een berg ook nog voordeel gaf. Ja. Los van het feit van je wil vooraan zitten, maar ook aerodynamisch scheelt het iets. Scheelt natuurlijk lang niet zoveel als op het vlakke. Maar ik denk dat die kennis van die aerodynamica ontzettend belangrijk geworden is. De fietsen zijn natuurlijk veel beter geworden. En lichter. Ja, nou ja dus als je dat allemaal samenbrengt, dan kan ik me voorstellen dat er nog steeds sneller misschien gefietst wordt. Kom je terug eigenlijk bij de basis waar die vermogensmeter wel belangrijk voor is. Is de renner dusdanig veranderd beter geworden? En dat is denk ik groot vraag. Dus als je het kijkt op het gebied van VO2 max, conditie, op het gebied van anaeroop drempelvermogen. Dus waar zit die lactaatdrempel? Ja, dat is het jammere. Je weet gewoon niet hoe Eddy Merckx, daar hebben ze misschien. Nee, daar hebben die data niet van, wil je zeggen. En vooral de vermogens daar, want vermogen is natuurlijk wel intrinsiek het gegeven van hoeveel energie kan een renner genereren. Interessant. Objectief. We horen deze Tour de France twee renners op camera zeggen. Ja. Zowel Bernal, vlak voordat hij eruit ging, als Tom Dumoulin tijdens de laatste tijdrit. Ja. Ik trap mijn hoogste waardes. Bernal zei, ik trap dezelfde waardes die ik altijd trap, maar ik kan ze gewoon niet bijhouden. En Dumoulin bekend eigenlijk na de tijd. Nou, ik weet niet wat die Pogacar gedaan heeft, maar ik trap wereld WK-waardes. Precies. Ja. Ik kan dit nooit halen. Ja. Nou, enerzijds interessant over placebo, mentale kracht. Als je tegenstanders op tv gaan roepen, wij kunnen jou nooit bijhouden. Wat geeft je dat voor vleugels? Ja. Jij hebt een artikel gevonden ook. Wat is dat met die Pogacar? Wat maakt hem zo goed? Ja, dat is. Dat blijft natuurlijk een beetje gissen en vaag en noem maar op. In dat artikel zegt zijn coach van. Dat is ook wel het nadeel misschien van die vermogensmeter. Dat iedereen nu wel weet ook een beetje van wat men de andere trappen. Hè? Dus wat ze kunnen. Tom Dumoulin heb je het vaak over 6 watt per kilo. Ik heb, zet ik ook in de show notes. Die gegevens zijn allemaal beschikbaar gesteld vorig jaar door bewegingswetenschappen van hun in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Dus die mag je vertrouwen. Ja. Dus je mag ervan uitgaan dat hij ongeveer 6 watt per kilo getrapt heeft.
Nou, dan ga je natuurlijk gissen van, want Pogacar had ook geen vermogensmeter. Even toch voor de iets minder onderlegde kijkers en luisteraars, want we komen zo bij Guido Vroemen, die was hier mee in het sportjournaal ook, maar 6 watt per kilo, wat betekent dat precies? Ja, je gaat uit van een vermogen wat dan eigenlijk hangt een beetje rond de 400, 420. Ja, dat is de prestatie. Ja, is het vermogen wat zij ongeveer een uur kunnen volhouden, daar ligt hun anaerobe drempel. Dus dat is eigenlijk, daarmee kun je met de zuurstof uit. Zeggen ook sommigen. Drie kwartier, een uur. Een lange tijd. Dan kan je lange tijd op je zuurstof, terwijl je toch steeds een beetje lactaat produceert. Ja. Want we weten het, hè, lactaat is goed eigenlijk. Ja. Je wil er alleen niet te veel van hebben, want dan gaat het gepaard vast. Met... precies. Maar een beetje, dus zolang jij die concentratie hetzelfde houdt, dan zit je dus rond die anaerobe drempel te fietsen. En waarom zeg je dan per kilo? Ja, omdat dat op het vlakke is eigenlijk het absolute vermogen belangrijk. Heb je al je belangrijkste tegenstander is je luchtweerstand. Bergop, dan wordt de zwaartekracht je belangrijkste tegenstander. En eigenlijk is dan, hoe meer kilo's je dan meetorst, hoe meer die zwaartekracht tegen je werkt. Dus vandaar dat men juist voor ritten waar geklommen moet worden, het graag uitzet in watts per kilogram lichaamsgewicht. En we hebben eerder al een keer in de aflevering over vermogensmeter gehad, ook over die fysiologische grens, hè, die we verwachten rond de 6,5. Jij was aan het zeggen, de waardes van Tom Dumoulin, wat laten die zien? Ja, die laten zo dus, afhankelijk een beetje van de klim, et cetera, dan komt hij uit, als het gaat om een inspanning van half uur, drie kwartier, inderdaad van die 5,96. Ja. Dus ik verwacht dat hij bij de WK dat trapte en nu ook. Ja. Pogacar, we weten het niet, maar ja, je kan het best wel. Het is hele simpele. Nou, ik zeg simpel. We hebben gewoon de rolweerstand, we hebben de luchtweerstand en we hebben de klimweerstand. Ja. En een heel klein beetje mechanisch weerstand. Hoe goed is die fiets nog? Nou ja, en dan zie je, je kunt dus op het vlakke is die luchtweerstand is dominant. Nou, die kan je, als jij je CDA-waarde, dus je aerodynamische waarde weet, en die hangt grotendeels af van hoe opgevouwen jij op je fiets zit. Ja. Dus hoe groot jouw frontale... En die moeten we even goed onthouden, hè? Die CDA-waarde, oftewel een indicator die aangeeft hoeveel luchtweerstand krijg je, want dan gaan we het zo Ja, eigenlijk is CDA-waarde, als je kijkt naar een relatie tussen snelheid op de x-as en vermogen op de y-as, dan krijg je weer zo'n exponent, dus eigenlijk tot de derde macht. Dus bij lage snelheden, dan heb je niet zoveel power nodig. Maar ga je op een gegeven moment boven de 40, 45, dan schiet dat omhoog. Dus bij elke kilometer per uur extra, dan moet je echt veel meer vermogen trappen. En eigenlijk geeft het CDA-waarde, geeft het eigenlijk de richting van hoe stijl dat verloopt aan. Dus een lage CDA dan. Ja, dan gaat die stijging minder snel. Ja. Een hoge CDA, vang je veel wind. Dan zul je bij lagere snelheden al zien dat die omhoog En hier buigt. Zit een hint, denk ik, voor de belangrijkste les voor de amateurs, hè, die we in deze aflevering ook willen maken. Want we gaan het niet te veel hebben over vermogensmeter. Nee. We gaan straks met Guido ook even praten over wat kun je nou doen om die luchtweerstand omlaag te krijgen. Ja. Want let's face it, de meeste van ons fietsen toch het meeste in de polder hier in Nederland. Precies. En zeker als je dus van 36 per uur naar 38 per uur of naar 40 per uur wil, dan zit daar de sleutel. En inderdaad, profs gaan allemaal de windtunnel in. Of allemaal, de toppers. Ik ben toen, ik heb een boek geschreven. Ja, dat weet ik. Ja. Ik ben toen ook de windtunnel in geweest. Komen kijken. Nou ja. En dan zie je ook wel de haken en ogen die daar een beetje aan zitten. Ja. Want Beukenboom was een hele dag in een hele koude luchtstroom was het. In één houding dan op die fiets uitzoeken. Gaan zitten. Ja. En dan elke keer een meting van een paar minuten. En dan een andere helm en een ander shirt. Zadel iets hoger. De hoek waarin dat triathlonstuurtje zit. Ja, de vraag is dan, hoe gaat het in het echi? Kun jij dan ook nog wel vermogen strappen in die houding en op die manier? Ja. Plus, je komt hele gekke dingen tegen. Want je zegt van, nou, hij een helm, als hij bleek een helm met een vizier. Ja. Dan zou je zeggen, daar stroomt die lucht toch. Ja, die is mooi glad van voren, daar stroomt de lucht goed omheen. Nou, totdat ze erachter kwamen dat hij terugkwam uit de meting. En zei, ja, ik had een heel raar geluid, een kloppende boorgeluid. En dan keek ze, je had wel best een redelijke CDA-waarde, was wel verbeterd.
En toen kwam je achter, ja, mijn vizier stond niet dicht. Dat was aan de kier. Oh, toen zei ze, ja, je moet maar zonder vizier. Hij bleek zonder vizier een betere CDA. Ja, dat was eigenlijk het verhaal in de Tour de France 2019. Hè? Dat de tijdrithelmen zonder vizier hebben minder luchtweerstand dan net. En zo is het ook met die spikkeltjes natuurlijk op de schouders van de tijdrit pakken. Was een beetje gedoe, hè, van tevoren ook bij de beslissende tijdrit met Roglic. Ja. Want omdat hij in het geel zat, kon hij niet zijn fantastisch doorontwikkelde tijdritpak, wat uitgebreid in de TU Eindhoven windtunnel getest is. Maar ze eigenlijk, daar hebben ze het opgelost door een mannequin. Ze hebben gewoon een 3D-model van Roglic staan. Ja. Hoeft hij niet de hele dag in die tunnel. Maar ja, die kunnen ze gewoon verschillende kleren aandoen, verschillende helmen opzetten. Maar hij moest het doen met het tijdritpak van de organisatie. Ja. En die had natuurlijk niet die gleufjes en die spikkeltjes. Dus dat ging hem misschien wel al een halve minuut kosten. Gelukkig had Pogacar de witte trui, dus die moest het die ook doen. Die had ook niet zijn eigen tijdrit. Maar er was wel nog een dingetje over die helm. Ja. Want ik, dat viel wel op. Hij had natuurlijk bij het passeren van de finish dan die helm een dat beetje... Dat zag er belachelijk uit. En tijdens zag je wat klepperen al. En er was discussie na afloop ook. En nou ja, Bert Blokken is de grote man als het gaat om aerodynamica. Ja, TU Eindhoven hebben we vaker aangehaald. En die heeft gewoon echt mooie onderzoeken. Natuurlijk vaak deels modelmatig van het belang van het treintje. Het belang van of de slimmigheid van een renner achter de motor. Maar ja, die was toch een beetje ontdaan. Want die zei, hebben we in die windtunnel uitgebreid getest met een andere helm? En dan zie ik hem nu met dus een onbekende helm op zitten. En die gingen vanuit, dat heeft hem ook in ieder geval halve minuut misschien gekost. Ja, dat is dan weer raar. Dat is al 2,5 minuten die we hierbij hebben. Hè? En zijn tijdritpak. Want om zoveel tijd hebben we het. Op een tijdrit van een uur, 36 kilometer, waarvan een grote klim. Ja. Kan zo'n pak zomaar een halve minuut schelen en zo'n helm ook. Ja. Dus het zijn marginal gains allemaal, maar het is allemaal, Laurens ten Dam doet het allemaal free speed. Hè? Dus met één vermogen, hetzelfde vermogen, kan jij gewoon extra snelheden krijgen door gewoon het juiste pak, de juiste helm, de juiste houding. En dat kan, vooral de houding is denk ik super belangrijk. Hoe opgevouwen zit jij? Ja. Doet me denken aan een anekdote. We hebben hier voor de kijkers op YouTube, we hebben hier mijn tijdritfiets staan met mijn triathlon schoenen. Ja. En ik heb wel eens een gesprek gehad met Marco Glastra van de URTT. Die zei, je moet eigenlijk die lipjes van je schoenen, die oversteken. Hè? Dus je doet die schoenen met klittenband dicht en dan blijft er een stukje over. Ja, dan moet je afknippen. Zeg nu wordt het toch echt een beetje te gek. Ja. Maar toen zei hij wel iets moois. En dat heeft te maken met wat je net beschrijft over die exponentiële weerstand. Ja. Hij zei, op zo'n tijdritfiets ga je al gauw 38, 40, 42. Kom je in die domeinen waar ieder stukje luchtweerstand het extreem maakt. Vermogen. Ja. Toen zei hij, moet je nou eens nadenken over wat die schoenen doen. Want die hebben niet eens jouw rijsnelheid alleen, maar die draaien natuurlijk ook nog rond naar voren. Ja. Dus dat gaat nog een keer extra hard. Ja. Ja, en ga mij dan maar vertellen dat we een paar centimeter stof... waarom zou je die dwerg meenemen? Dus daar zit wel wat. Ja. Nee, en dat zit natuurlijk ook in de fiets zelf. Ik bedoel, als er vooruitgang is geweest, is het ook de fiets met sowieso dichte wielen, maar nu ook hogere velgen. En, ook aerodynamisch, los van het feit dat ze licht zijn en makkelijker sturen, makkelijker schakelen, zijn ze ook aerodynamisch gewoon beter. En dan met name de tijdritfietsen nog meer. Dus ik bedoel, die innovaties hebben zeker hun bijdrage geleverd. We gaan zo nog even zoomen met Vroemen. Ja. Over specifiek nog wat meer over windsnelheid en hoe je nou als amateur, wat je nou kan doen om daar winst te pakken als je niet naar de windtunnel kan. Precies. Maar met het risico, dat zeiden we van tevoren, dat het een super chaotische aflevering wordt. We hebben nog wat haakjes geopend, want je bent begonnen over die vermogensmeters. Over dat rekenen aan die vermogens. En toen vroeg ik jou, wat is dat nou, 6,5 per kilo? Als je Guido Vroemen, @sporthards, volgt op Twitter, dan zag je rond het einde van Tour de France, was hij te gast bij het Sportjournaal, waar ze hem ook hierover bevroegen. Hè, was die prestatie van Pogacar nou onmenselijk of niet? Dan gaan er opeens allerlei klapbriefjes met rekensommen. Ja. Thijs Zonneveld en Guido Vroeme krijgen het met elkaar in de stok op Twitter. Want, leg nog één keer uit, we lijken hier aan de grens van het menselijke te komen. Wat is dat is ook wel ergens iets van zolang het onder die 6,4, 6,5 voor een uur blijft,
dan zegt men, ah, het kan. Ja. En daarboven zou het fysiologisch verdacht. Onmogelijk ja. zijn. En dat is, maar daar heb je het al. Daar is begonnen met zo'n Franse Festina-dokter. Die heeft een site van What's Normal in het Frans, denk ik. Of, ja. Ja. En die houdt al die prestaties bij. En die reekt dat ook om naar wattage. En die gebruikt dan dat stoplicht van ja. rood. Nou, dit kan echt niet. Oranje, verdacht, groen. Als een soort indicatie dat wij vanaf de bank eigenlijk de doping al zouden moeten ja. kunnen spotten. Alleen, daar heb je altijd aannames, zolang je niet die echte getallen weet. Dus van Tom Dumoulin weten we in ieder geval vanuit dat stuk wat gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdstip. Dat is wat zijn volledige waren? Transparantie. Ik weet, Thijs Sonneveld heeft wel eens inzage ook in de cijfers van Jumbo-Visma. Daar heb je altijd iets, ja, welke cijfers overleggen ze precies? Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gepleit voor een ander artikel, gooi ik op de show notes, een vermogenspaspoort. Doe daar maar niet dat? Te moeilijk over van het vermogenspaspoort. Is eigenlijk, Guido werkt veel met dat critical power model, waarbij je eigenlijk ziet wat zijn de vermogens in één minuut. Dus eigenlijk die anaerobe tank kun je eruit ja, halen, wat ja. kan iemand presteren. En dan heb je natuurlijk, als je dan het vermogen in de tijd uitzet, begin je hoog en dat zwakt af naar een bepaalde asymptoot. Mm-hmm. En nou, dat is eigenlijk jouw vermogensprofiel. Ik zou zeggen, hou het bij van mensen vanaf het moment dat zij serieus gaan fietsen, zeg maar. En laat daar wat AI op los uiteindelijk van wat normaal is of niet. Wat binnen de normale range kan. En als je dan gekke veranderingen ziet, kan dat aanleiding binnen zijn binnen een ronde ineens onderzoek. Bijvoorbeeld. Ja. Of ja. binnen tussen twee etappes zou dat aanleiding kunnen zijn voor. Ja, kijk, met die discussie van Guido en Thijs bijvoorbeeld. Dan merk je gewoon, ja, Thijs zegt ook van ja, ik heb gekeken naar vermogens van andere renners, heb geïnformeerd. En die geven aan dat zij, nou ja, hij zegt de getallen en jij zegt ook niet de renners. Dus dat blijft ook gissen. Ja, dan, en hij gebruikt dat deels om te zeggen, ja, dan moet Pogacar misschien wel boven die 6,5 hebben gereden. Hmm. Of in ieder geval voor dat hele stuk rond die 6,5. Ja. En Guido zei, nee, hij heeft alleen voor die beklimming dat gedaan. Aan de hand weer van zijn model, maar met model, dat zou moeten hoe kunnen. Zwaar is die renner? Wat is die CDA-waarde? Ja, die luchtweerstand, ja, dat zijn allemaal aannames in die berekening. En dan kom je uiteindelijk, en dan kun je natuurlijk in het verleden kijken van wat deden zij in tijdritten. Dus daar aan de hand schattingen maken ook voor die. Maar dat blijft gewoon een sport op zich voor mensen die het leuk vinden om met modellen te werken. En, en mensen die kritisch kijken naar die prestaties in de Tour. Ik wil op basis hiervan nog één laatste onderwerp even kort aansnijden. Wederom Ross Tucker, onze podcast die we ook allebei veel luisteren. Die zegt, hieraan gerelateerd, die vermogensmeters, en daar hebben wij in aflevering 1 toen we het hier hadden ook even kort genoemd, die maken de koers kapot. Want het geeft die renners de gelegenheid om inderdaad de hele tijd op hun kritische vermogen te zitten. Ja. Het hardste wat ze kunnen. Daardoor rijden ze nu als een soort tijdrit omhoog. Klopt. Vandaar, zegt hij, ook die snelste tijden ooit. Want vroeger was er koers, was er gelinkerbal. Ja. Maar waren er ook demarages. In een demarage ga je tijdelijk boven je kritische bouw, oftewel bouw je verzuring op. Ja. Daar moet je een prijs voor betalen. Klopt. En op dit moment rijden onze vrienden van de Jumbo, Wout van Aert en Stef Koes, rijden zo hard structureel tegen die kritische power aan, dat iedereen weet, als ik nu demareer, betaal ik een prijs. Precies. Waar ik nooit, dat risico ga ik niet nemen. Ja. Toen zei hij, weet je wat we moeten doen? Fietscomputers van de fiets. Zodat die renners niet meer kunnen zien wat ze trappen, zodat ze terug moeten op gevoel. En, zegt hij, en dat vind ik wel een interessante, zodat de kans op fouten groter wordt. Ja. Dat iemand zegt, ah shit, ik ben gewoon de eerste 5 kilometer van deze klim veel te hard van start gegaan. Ja. En daar betaal ik nu de prijs voor. Hij zegt, dan wordt het weer interessant voor ons als kijkers. Dat zit zeker. Haalde hij aan, vind ik leuk om nu even. Dit is Jonathan Vaughter, zet ik nu een tweet in beeld. De ploegleider van IF, Rigoberto Urán, reed goed mee. En die zegt, die heeft niet eens een power meter. Ja. Die heeft geen heart rate monitor, nothing but bananas en an old school heart rate monitor. Dus hij zegt, hij doet het al. Hij rijdt zonder fietscomputer. En dus ik vraag me ook die discussie ook steeds. Ja, Maarten de Kroo is ook erg van de skybots die alleen maar op hun meets kijken. Ik vraag het me af of zij
echt op dat moment kijken van... zit ik dus op mijn 430 watt, dat is mijn anaerobe drempelvermogen, te trappen. Ja. Want daarvan weten ze inderdaad, dit hou ik lange tijd vol. Ja. En inderdaad, wat je zegt, als je daarboven gaat... dan neem je zo'n hapje uit die anaerobe tank... Ja. En die betaalt zich uiteindelijk terug. Want die moet toch weer aangevuld worden. Ja, en daarvoor moet je weer iets rustiger aan doen. Ja, kom ik toch weer terug van... Pogacar, de tijdrit in ieder geval... zonder vermogensmeter, zonder tellertje. Ja. Omdat, die krijgt gewoon de opdracht. Ja, jongen, ga maar gewoon lekker zo hard mogelijk. Maar die gaat er niet voluit. Je moet zich toch in dat eerste stuk ook pacen. Ja, maar in hoeverre... Stel dat jij een uur gaat fietsen. Ja. En dan weet jij, dan heb jij toch ook al iets van, wat is een uur? Dan heeft dat toch, of je gaat een half uur fietsen. Ja. Volgens mij weet je dan wel van hoe hard jij in het begin al gaat. In beide gevallen hou je daar deels rekening mee. Ja. Misschien jij iets minder. Nou ja, ik moest eraan denken. Het verhaal wat ik eerder heb verteld in deze podcast. Mijn halve marathon van Egmond dit jaar. Heb ik bewust niet op het klokje gekeken naar hartslag en tempo. Wat voor mij indicatoren zijn of ik waar ik in mijn kunnen zit. Nou, ben ik harder gegaan dan ik ooit had gedurfd. Ja. He, want dat is het andere wat Rostucker ook zegt. Het kan ook een soort gepercipieerde glazen plafond zijn. Ja. He, dus dat je kijkt van, zit ik al op hartslag 175? Moet beter wat rustig aan doen. Dus ook vanuit die perspectief voor de amateur pleit hij eigenlijk weg met die data. Ja, en ga maar gewoon... Ja, maar ik zeg nogmaals, ik denk niet dat die continu op die vermogensmeter kijken, omdat zij donders goed weten van, dit trap ik nu... En omdat zij als ze een mindere dag hebben... Ja. Dumoulin, de befaamde dag waarop die zei... Toedeledokie, ik hoef niet meer voor het klassement te gaan. Ja, ik kan niet harder en dan later... Eens. Dus individuele verhalen zit dat. Maar hun punt is, in het collectieve verhaal... namelijk een Jumbo-Visma-team wat zo hard klims oprijdt... dat niemand het in zijn hoofd haalt om te demareren... Ja. Als je daar die fietscomputers weghaalt... Dan zouden ze dat misschien moeilijker gaan. Ja. Of in ieder geval de kans dat ze dat een keer verkeerd doen... vergroten, team opgeblazen. En daar komt ook die discussie over de oortjes. Als jij niet precies weet van hoeveel man zijn er nou vooruit... en hoeveel tijd hebben zij voor... Ja, dan vroeger had je de motor die je dan liet zien. Met dat bord wat altijd verouderd was natuurlijk. Ja, dat had je niet continu. Ja, misschien wel. Dan slaat de twijfel misschien bij sommige renners iets eerder toe... Ja. Weten niet goed wat ze moeten doen. Moeten zelf handelen. Ja, zelf nadenken. Maar ik denk nog steeds dat topsporters qua zelfregulatie... anders zijn ze niet aan de top gekomen... helemaal wel dus die eigen regie moeten hebben. Nee, het zijn niet van die slaven meer... die gewoon moedwillig doen van wat de ploegleiders zeggen. Kijk naar Tom Dumoulin, die dan zo'n beslissing neemt. En door iedereen wordt hij later helemaal... Ja, maar dat valt ook zo op, omdat hij voor het eerste keer zelf een beslissing neemt. Hoor. Ik vind het wel mooi. Nee, maar goede discussie. En, laten we onze kijkers en luisteraars betrekken. Dus, of gewoon meekijken met die vermogens, met de vermogens, live. Iedereen, net zoals in de Formule 1, alle data live delen, zodat iedereen kan zien... wat er bij de andere gebeurt. En dan de kijkers thuis kunnen lekker mooi noteren... en dan kijken, maar gisteren trapte hij die mooie 10 watt lager. Verdacht of zoiets. Doe er wat mee. Vermogenspaspoort. Mooi. Ja. Ik ga, voordat we Guido gaan zoomen, nog even dan oproepen. Lieve luisteraars en kijkers, wij zijn dol op interactie... zoals een van iemand al in een mail schreef. Dus laat eens weten, welke innovatie vind jij interessant? Hoe maken we wielrennen interessanter? Moet de fietscomputer eraf of erop? En belangrijkste, blijf vooral even luisteren... want dan gaan we met Guido kijken, wat kun je als amateur doen... om bijvoorbeeld je luchtweerstand omlaag te brengen. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goed je weer te spreken deze ochtend. Ik zit al een poos koffie te drinken met Jurgen over innovaties in het wielrennen. Dan gaan we daar, volgens mij hadden we daar het hele gesprek met jou mee kunnen spreken. Maar we willen met jou even specifiek inzoomen op wat voor slimme dingen je nog kan doen op het gebied van de luchtweerstand, aero. Jurgen heeft mij net al een beetje uitgelegd over de CDA-waarde. Oftewel die factor die bepaalt hoeveel weerstand je van voren hebt. We hebben ook al geleerd dat als je naar de hogere snelheden gaat, 38, 39, 40... dat die luchtweerstand heel snel heel veel belangrijker wordt.
Wat kun jij met ons delen aan tips, inzichten, slimme dingen die je kan doen om als amateur daar ook snel beter mee te worden? En met name omdat we natuurlijk niet allemaal de windtunnel in kunnen. Nee. Die is toch alleen voor de toppers weggelegd. Dus of er andere manieren zijn om die aero snel wat te verbeteren. Dat weet jij wel, denk ik. Ja, weet je, aerodynamica, CDA-waarde waar je het al over had, daar zitten twee factoren eigenlijk in. Dus ten eerste de CD-waarde, dat is een constante. Okay. En de andere is de A. En dat is je oppervlakte, mm-hmm. je frontale oppervlakte. Mm-hmm. Nou, die CD-waarde, dat zegt eigenlijk iets over de vorm van het lichaam en die wekt turbulentie op van de lucht die er omheen gaat draaien. Oké. Okay. Die vorm kun je natuurlijk wel een beetje aanpassen, maar ja, je bent jezelf en je kunt daar niet, je kunt niet van een vierkant een druppel maken. Nee. Dat wordt lastig. Maar je kunt het een beetje gaan tweaken en ook bepaalde stofjes van kleding, wat ze dus toepassen, helpt daar ook bij. Maar dat zijn hele kleine verschillen. Ja. Die A-waarde, frontaal oppervlakte, dat maakt wel veel uit. Of ik zo op mijn fiets ga zitten, en je ziet me zo op de camera dan, ja. Ja. Of ik ga helemaal mijn kop intrekken en mijn schoudertjes smal, of dit. Dat maakt wel heel veel uit op mijn frontale oppervlakte. Ja. En hoe kleiner die A-waarde is, hoe minder luchtweerstand je gaat opwekken. Ja, redelijk logisch. Laten we even bij het begin beginnen. Mensen op een wielrenfiets. Hè? Want we zien hier achter mij ook een triathlonfiets hangen. Daar ga je natuurlijk vanzelf al klein zijn. Ja. Nou zit ik op mijn wielrenfiets zondagochtend en ik wil zo hard mogelijk over die dijk tussen Amerongen en Wijk. Wat moet ik doen? Waar moet ik op letten? Wat is dingen die mensen snel vergeten? Hard trappen. Oké. Ja, dat is denk ik ook wel een ding. Dat mensen dan zo gefocust zijn op die houding, maar daarbij eigenlijk gewoon niet meer goed kunnen trappen. Niet meer hun vermogen kunnen leveren. Dus ja, dat zit een optimum. Je moet hard kunnen trappen en je moet weinig weerstand opwekken. Ja. En als je in een positie gaat zitten waarin je heel weinig weerstand opwekt, dus heel in elkaar getrokken en zo heel klein, dan kun je misschien niet meer zoveel trappen. Nee. En dan is het misschien het optimum bij je al voorbij. Dus daar moet je tussenin gaan zoeken. Dus je moet nog steeds goed hard kunnen trappen. Ja. En je moet proberen je daarbij zo klein mogelijk te maken. Dus eigenlijk is het, je gaat liggen op je stuur. Je moet je eigenlijk proberen smal te maken. De meeste hebben wel een lichtstuur. Ellebogen tegen elkaar. En dan je schouders intrekken. Dus hoofd tussen de schouders planten. En proberen zo klein mogelijk te maken. Alsof je door een gaatje moet fietsen waar je echt zo klein mogelijk doorheen wilt. Ja. Dat moet je voor je houden. En daar moet je eigenlijk, dat moet je proberen vast te houden met je tempo. Waardoor de snelheid dus het hoogst wordt. Nou, heb ik meteen al wel een paar vragen over. Ik heb dus zo'n fiets en ik doe aan triathlon. Dus ik heb wel zo gelegen. Maar oh man, mijn nek jongen. Ik kan die kop niet omhoog houden. Dus ja. Ik heb echt letterlijk al een keer meegemaakt. Dan laat ik af en toe doe ik het hoofd maar naar beneden. Nou, ik heb al een keer echt op een stuk hout gezeten. Dat ging me net goed. Ik ben trouwens ook al een keer echt flink gevallen op een kuil. Ja, dan zie je dus dat is ook gevaarlijk. Ja. Heb je nog tips? Of is dat gewoon nekspieren trainen? Ja, daar zit wel een stukje training in. Je kunt alles wel trainen. Maar als je zeg maar na 5 minuten zo zit en dat je dan al van klachten hebt, waarschijnlijk zit je dan wel te agressief voor als je het in een triathlon wil doen. Kijk, als je een proloog wil rijden van 3 kilometer, dan is het nog wel vol te houden. Maar als je 1 uur, 2 uur of misschien wel 5 uur moet rijden, dan moet je toch meer comfort hebben en dan moet je toch inleveren op je aero-positie. Okay. En dus moet je wat omhoog, want anders houd je het gewoon niet vol. Ja, dus je moet daar in feite je hele lichtstuur wat omhoog brengen of zo, dat je hoofd wat makkelijker vooruit kan kijken. En het is niet altijd zo dat hoe dieper, hoe sneller. Oké. Okay. Ja. Denken de meeste mensen wel. Dat ze heel diep moeten zitten, zo laag mogelijk. Ja. Maar ik heb ook wel testen gedaan. En ook op de wielerbaan met metingen. Daar bleek gewoon uit dat sommige mensen, die als ze op een gegeven moment nog dieper gingen zitten, dat hun CDA-waarde omhoog ging. Ja. Hoe dan? In de A of in de CD? Daar kreeg je dan eigenlijk het totale pakket uit. Of het dan de A of de CD werd. Dat maakt eigenlijk dan niet uit. Het hele getal werd hoger. Want ze moesten meer vermogen leveren voor diezelfde snelheid.
Maar dat zie je ook als je terugkijkt naar, dat deed ik nog, naar Le Mans Fignon. Die befaamde tijdrit destijds met dat 8 seconden verschil. Le Mans werd natuurlijk geprezen van, kijk eens, wat een innovatie, wat een slimmigheid. Maar die had best wel een breed triathlonstuur. Ja. Ja. Waarbij ze ook heel vaak in de begintijd van de triathlon allemaal horizontaal stonden zo'n beetje. Ja. En tegenwoordig zie je veel meer dat er een hoekje ontstaan is. Maar dat is mijn volgende vraag. Die fiets hier voor de kijkers op YouTube die hier bij ons in de set hangt. Die heeft de bars redelijk recht vooruit. Ja. Maar al die nieuwe jongens zie ik met, soort van met de onderarmen voor het gezicht. Wat betekent dat? Wat is dat voor inzicht? Ja, dat heeft meer te maken met, ook ze hebben wel windtunnelmetingen gedaan. Dat als je je handen en dan met name je vuisten zo voor je gezicht hebt. Ja. Dat eigenlijk als een soort, nou ja, zeg, splijten van de lucht voor je komt en dat die daarom om je heen buigt. Dan als die lager is, dan heb je zeg maar meer een open stuk tussen je hoofd en die handen als een soort tochtgat, waardoor er meer turbulentie ontstaat. Maar als het ware meer lucht schept. Ja, klopt. Maar ook dat is niet voor iedereen hetzelfde. Eigenlijk geldt dat echt bij windtunneltesten en aerodynamica testen. Wat bij de een wel werkt, hoeft bij de ander niet te werken. Ja, want jij doet ook aerotesten, hè? Volgens mij met een greenscreen-achtige setting en dan een programmaatje. Kun je daar iets over vertellen? Nou, dat heeft hetzelfde te maken met die CDA. Mm-hmm. En eigenlijk werkt deze aerotest met een greenscreen. En dan zet je een camera voor iemand, frontale opname en alles wat achter hem is, dat is dat groene scherm, kun je wegfilteren. Dan blijf je eigenlijk alleen als wielrenner over. Ja, kun je hem heel mooi uitknippen. Als je iemand smaller maakt of breder maakt, hoeveel dat uitmaakt in oppervlakte. Ja. Die CD weet ik helemaal niks van. Nee, want dat kan je niet meten, dan moet je dus de windtunnel. Ja. Dus die zetten we op een constante waarde van 0,7, wat eigenlijk gemiddeld is voor een licht. Een renner in lichtpositie. En dan kun je die A zo klein mogelijk maken. En dan ga je echt iemand leren van, nou ja, met die helm en ingetrokken kop, kom je dus lager uit dan een andere positie of een andere helm. Ja, over de helm gesproken hadden wij het ook al in deze aflevering even over. De helm van Roglic, dat ging ook niet helemaal lekker, geloof ik, op dat einde van die Tour de France. Even weer amateurs, zinvol en onzin. In de triathlon lopen jongens met hele dure fietsen en druppelhelmen met zo'n gekke punt erachter. Vanaf welke snelheden wordt dat zinvol? Ja, nou ja, je moet in ieder geval boven de 40 rijden. Gemiddeld? Ja. Oké, okay, dus zolang ik nog lekker op die 38, 39 zit, hoef ik nog niet aan de druppelhelm. Als je boven de 40 rijdt en dan op de stukken die je boven de 40 rijdt, dat hoeft niet gemiddeld, daar heb je er wel het meeste nut van. Okay. Als het lager de snelheid wordt, dan wordt het voordeel daarvan wordt echt steeds kleiner. Als je nog maar 30 rijdt, ja, dan zou ik niet met een druppelhelm daar geld in gaan investeren. Want hier hou ik van. Dit is de essentie van de Slimmer Presteren podcast. Ga nou niet zo'n dure druppel. Want je loopt dus ook nog voor schut met die helm. Maar ja, dan moet je dus ook echt wel boven de 40. Maar hieraan gerelateerd. Ja, Gerrit heeft dus een echte tijdritfiets en een gewone racefiets. Terwijl ik heb gewoon een racefiets waar ik af en toe een triathlonstuurtje wel op doe. Dit is een goede discussie, want ik kreeg een appje dus van iemand van de UHTT. Die kon dus een tweedehands, een hele goede tijdritfiets kopen. En dan vroeg je aan mij advies. Ja, ik denk vanwege de podcast. Vanwege de podcast natuurlijk, ja. Dus ik zei sowieso, je moet het uitproberen. Toen zei hij, nee, maar ja, er is nog een voordeel van een echte tijdritfiets. Ten opzichte van gewoon een triathlon sturen op een gewone racefiets, zullen we maar zeggen. En het feit dat je toch iets naar voren zit. En daarmee, zei hij, dan belast je eigenlijk je andere beenspieren of op een andere manier. En juist ontspan je meer de spieren die je nodig gaat hebben voor het hardlopen. Wat klopt er van dat verhaal eigenlijk? Fact check. Is dit waar, Guido? Ja, het is... Er zit wel wat in, dat klopt. Weet je, in een tijdrijfiets, als je op een gewone racefiets alleen maar een stuurtje zet, en dat is dan gewoon je positie voor de triathlon, dan verandert er niks aan je zit. En dan is de afstand... Je gaat ook automatisch iets naar voren wel voor het punt van je zadel, maar het is natuurlijk niet zo maar extreem. Maar in een tijdrijfiets, dan zie je wat er gebeurt. Dan gaat iemand, als je iemand vanuit een racefiets naar tijdrijfietspositie gaat, dan gaat hij wat omhoog en naar voren toe. En
Aan de voorkant wordt hij eigenlijk gekiept. Mm-hmm. In deze positie. Mm-hmm. Wat het gevolg daarvan is dat de heuphoek, die wordt meer open gezet dan bij een racefietshouding. Je schakelt eigenlijk ook meer je bilspier en je quadriceps. Dat zijn de spieren die je ook op de wegracefiets hebt. Het meest gebruikt is, die schakel je wat meer in. Maar het is niet zo dat je ze dan andere spieren voor die je voor het lopen nodig hebt, dat je die dan rust kunt geven of ontspant. Dat niet. Het is wel een iets andere manier van belasting. En de heuphoek helpt ook daarbij. Maar de overgang naar het lopen zal niet heel anders zijn. Het zal wel iets kunnen helpen. Als ik mag aanvullen, niet alleen vanuit mezelf, maar onze looptrainer Marco Glasta, die heeft er wel eens over uitgelegd aan mij. Als je die heuphoek op de fiets groter hebt, is het makkelijker om tijdens het lopen een grotere paslengte te houden. Want als je dus heel erg opgevouwen hebt gezeten, zit dat heupgewricht vaster en duurt het dus langer voordat je ruimer en opener loopt. Wat veel triatleten denk ik wel merken zelf, zeker als ze een lange afstand doen, als je heel lang voorovergebogen ligt op die fiets en je moet na 2 uur of misschien na lange afstand na 5 uur rechtop en dan gaan lopen, dan is die eerste kilometer en misschien wel die eerste 3, 4, 5 kilometer is best moeizaam. Dat loopt ook helemaal niet lekker. En dat is natuurlijk ook wel even weer wennen. Ja. Als je dus heel diep zit en je hebt ook gewoon heel veel stuwkracht uit je benen gehaald, dan is het lopen heel stug en stijf. Ja. Ja. En daarom, je kunt ook beter zeg maar in dan het laatste stukje van, van het fietsparcours gewoon kleiner verzet gaan draaien. Even de benen los fietsen. Ja. 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 Het voelt zo stom. Die tip had ik. Dat was de allereerste tip voor mijn allereerste triathlon. Iemand die dat zei. Maar het voelt zo stom. Heb je zo hard gefietst en dan schakel je licht en dan ga je hartstikke langzaam. Terwijl ik denk alleen maar. Nee, ja, maar dat gebeurt al een beetje vanzelf. Maar je moet net zo hard blijven fietsen. Ah, ja. Nou ja. Maar dat brengt mij op mijn niveau. Hè, en dan denk ik, ja, dat vind ik dus een voordeel van een racestuur met een opzetstuur. Je kan gewoon afwisselen. En steeds weer even van positie wisselen, wat ik wel fijn vind. En dat lijkt mij zo'n echte Weet je wat er voor jouw CDA-waarde betekent? Ja, maar voor mijn mentale gevoel, niet het gevoel dat ik continu in elkaar gekropen zit, zeg maar, opgevouwen. En dat lijkt bij een triathlonstuur, ben je eigenlijk gedwongen, of een triathlon of een tijdritfiets, zo gedwongen in die ene houding alles te doen. Je hebt toch ook die dingetjes waar je moet remmen? Ja, maar dat doe je alleen maar bij het begin, toch? Nee, bij de bocht. Ja, bij de bocht. Oké, even bij de bocht. Even rechtop. Het is het verschil tussen wat vind je het belangrijkste? Ja. Lekker prettig fietsen of gewoon zo snel mogelijk? Ja. Ik zal nog wel even dan nu voor de goede orde, omdat dit toch de Slimmer Presteren podcast is, uitleggen waarom ik inderdaad 2 fietsen heb gekocht. Want uiteindelijk heb ik ook gewoon een racefiets. Dat is gewoon een denkfout geweest. Ik ben namelijk met triathlon begonnen. Ik heb toen een stalen rosje voor €50 van Marktplaats getrokken om eerst maar eens te bewijzen dat ik dit inderdaad zo leuk vond. 3 triathlonnetjes gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. En toen ging ik triathlonnen. Dus toen heb ik een leuke tweedehandse tijdritfiets op de kop getikt om lekker te gaan triathlonnen. Ja. Wist ik veel, dom, ik had nooit een Slimme Presteren podcast geluisterd, dat je daar niet mee in groepen mag fietsen. Dat je niet mee mag met de groepstraining van de club, weet ik veel. Dus toen ik dat ding eenmaal zo mooi had staan klimmen, kwam ik erachter, oh, ik heb eigenlijk ook gewoon nog een gewone racefiets nodig. Dus nu heb ik er 2. Ja. Hij hangt hier wel. Het is een mooi meubelstuk geworden. Het is een mooi stuk decor hier in de stad. Ja, een decorstuk heb je wel. Ja, zeker. Hey, maar dan de allerlaatste vraag. Zo'n aerotest bij jou, Guido. Wie raad je dat eigenlijk dan nog aan? Van, ja, wanneer wordt dat interessant? Dat is eigenlijk je vraag. Ja, vanaf welke snelheid, welk niveau zou je zeggen, nou, ga dat maar eens doen. Ja, de snelheidsmonsters, hè, die zijn natuurlijk wel, die hebben daar echt wel wat aan. Hè? Dus als je een uur, en dan hebben we het over gemiddelde weersomstandigheden, als je dan gewoon boven de 40 kunt rijden, en je hebt inderdaad zo'n tijdrijfiets. En je hebt een helmdruppel, een druppelhelm. Ja, nou ja, en je maakt daar ook werk van, dat je denkt, nou weet je, ik wil ook gewoon zo snel mogelijk zijn. Ik denk, ik wil op een lange afstandstriathlon, wil ik gewoon minuten winnen. Ja.
En nou hoef je niet de hele lange afstandstriathlon altijd boven de 40 te rijden. Als je tussen de 35 en de 40 heb je ook nog wel winst. Alleen ja, hoe langzamer, hoe minder de winst wordt. Hè? Ja. Dat zei ik al. Ja. Ja. En ik doe dan inderdaad die aerotesten met zo'n scherm. Maar tegenwoordig heb ik ook een mooie nieuwe tool. Leuk, gadget. Ja? Ja, wat heb je? Wat heb je? En dat is een Noceo Connect sensor. En dat is eigenlijk gewoon een metertje voor op je fiets, ja, met een pitot-tube, heet dat dan. Een soort rietje wat aan de voorkant eruit steekt. Aha. En die meet alle weersomstandigheden. Die weet de tegenwind, die weet je acceleratie. Hij is gekoppeld aan je vermogenmeter. En al die gegevens verzamelt hij, de snelheid natuurlijk, hè. En dan kun je achteraf met het vermogen wat je hebt geleverd, en dan heb je die snelheid met die wind tegen gehad, dan weet hij, denk ja, dan heb je deze CDA-waarde, want dat is dan de weerstand. Die, volgens mij had je die toen bij Jetse Plat voor het eerst, toen hij dus een werelduurrecordpoging ging doen. Ja, die hebben toen inderdaad op de baan al bij hem daar al getest. En toen kwamen we een beetje uit op een CDA-waarde, verschrik niet. Hij zit een beetje zo op 0,18, 0,17,5. Ja, dat zegt mij nog niks. Vergelijk dat eens met een wielrenner. Wat doet een gemiddelde wielrenner? Tom Dumoulin zit denk ik op, als hij heel goed en heel klein wordt, zal hij op 0,20 kunnen uitkomen misschien. Ja, zo. Dus Jetsen zit daar nog onder. Maar ja, hij zit daar ook inderdaad letterlijk onder. Want hij ligt, zit bijna op de grond, hè, zo laag. Ja. Maar jouw gemiddelde triatlete die je begeleidt, waar ben je blij mee? 0,22, 0,23? Nou, dan zit je echt bij al heel goed. Ja. De meeste zitten zeg maar rond de 24, 25. Ik word nu wel nieuwsgierig. Kai Reus? Of mag je dat niet zeggen? Waarde. Hij is net naar de windtunnel nu, dus dat hoor ik. Hij is nu naar de windtunnel. Oké, dan horen we dat de volgende keer graag. Ja, voor de mensen die het gemist hebben. Die moet heel laag komen. Weet je, als hij niet heel laag uitkomt. Want Kampenaert zat volgens mij op 19. Ja. 0,19, misschien nog iets daaronder. Ja, dan moet je dat ook hebben. Ja. Of je moet gewoon uber... Ja, vermogens gaan rijden. Ja. He, dat je echt zoveel extra hebt, ja, dan red je het wel. Ja. Voor de mensen spannend. Die even niet weten waar dit over gaat, we zijn weer uitgekomen in gesprek over het werelduurrecord op de fiets. Dat is waar dat is Jurgen natuurlijk ooit een record, boek over geschreven heeft, Het Maakbare Uur. En waar Guido Vroemen op dit moment in het team van Kai Reus zit, die op weg is om te kijken of hij dat record gaat aanvallen. Ja. Dus leuk om dat te volgen. Mooi Guido, mooie tips. Ja. Die gadget nog even toch, hè? Ik heb de naam niet goed opgeschreven, maar we zullen het in de show notes zetten. Hoe experimenteel of algemeen verkrijgbaar is dat al? Is dat iets wat we... Ja, die is al verkrijgbaar. Ja. Noceo is N-O-T-I-O. N-O-T-C, ja. En Connect is K-O-N-E-C-T. Ze hebben ook een app ontwikkeld en dat is wel het mooie daarvan. Want je hebt ook de AeroPod, die was al eerder op de markt. Die doet hetzelfde, alleen daar moet je altijd mee van de fiets af, aansluiten aan de computer, uitlezen, berekenen en weer opnieuw. En de Noceo Connect heeft eigenlijk een app, dus je kunt meteen op je telefoon downloaden, die file daarin zetten en kijken van wat is het resultaat. Ja, oké. Okay. Klinkt als een leuke gadget. Ja. Cool, hè? Mooi. Ja, cool. Echt wel heel cool. Ja, maar denk jij dan dat uiteindelijk... niet alle fietsers en zeker niet alle amateurwielers... maar mensen die met triathlon bezig zijn... en die zo'n tijdritfiets hebben... dat die uiteindelijk straks allemaal zo'n rietje erop hebben? Ja, niet allemaal. Maar er zijn er wel die, ook in mijn groep die ik begeleid... die dan ineens zeggen... hey, ik heb zo'n ding... Price range? Waar hebben we het over, Guido? Ongeveer? Sorry? Hoeveel kost zo'n ding ongeveer? Ja, dan moet je toch €1000 neertellen. Ja, ik heb beter een nieuw fiets kopen. Dat schrikt wel weer een beetje af voor de luisteraar, denk ik. Vond het leuk, maar dat wordt hem niet deze kerst. Nee, maar nooit. Ja. Hey, leuk Guido, dankjewel voor deze nuttige tips. En toch ook de relativering. Dat aero wordt belangrijk, maar wel als jij op de rechte stukken goed flink boven de 39, 40 uur gaat. Dan kun je echt dit soort dingen gaan optimaliseren. Ja. En wie weet komen we wel eens bij je langs om eens even wat te spelen met de greenscreen en de test en de Noceo Connect. Ja. Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering over innovatie in het wielrennen. Het ging alle kanten op. We hebben heel veel onderwerpen geraakt. Dus ik kan me voorstellen dat je ergens wel iets gehoord hebt waar je op wil reageren. Wat je wil corrigeren, wat je wil aanvullen, waar je een vraag over hebt.
En dat kan op een aantal manieren. Via social media, @slimmerpodcast. Op Twitter en Instagram. We maken van iedere aflevering een post en daaronder kun je natuurlijk reageren. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar zie je ook van iedere aflevering zijn eigen pagina waar je ook op kan reageren. En nou, wij reageren altijd terug. We vinden dat leuk als je het doet. Of als je zegt, nou, ik hou daar niet zo van. Ik doe het wel even één op één. Dan kun je ons ook e-mailen via post@slimmerpodcast.nl. En als je echt fan bent, dan moet je misschien maar eens overwegen om vriend van de show te worden op vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Daar kan je donaties achterlaten, zodat wij nog vele jaren door kunnen. En dan kun je ook een audiobericht inspreken. Nou, wij vinden dat leuk om te horen. Wij laten dat ook horen als het eenmaal zover is. Tot zover. Dankjewel, Jurgen. Ja. Dankjewel, Guido. Yo. Tot volgende week. Yes.